Ja, een hele goedemiddag, want als een van de weinigen wel plaatsgenomen op de verder lege tribunes in de Goffert. Allemaal de gevolgen natuurlijk van die uit de hand gelopen derby van 2 weken geleden tegen Vitesse. Dit het meest zichtbare resultaat, maar er wordt onderzoek uitgevoerd in dit stadion over de veiligheid, de constructie van alle tribunes. En de verwachting is dat in de tweede week van november de resultaten daarvan dan bekend zijn. En dan kan ook NEC een volgend traject ingaan. We kijken naar de opstelling van Rogier Meijer en daar kunnen we eigenlijk vrij kort over zijn, want dit is dezelfde formatie die vorige week won in de competitie van FC Twente met 2-1. Dat was een knap herstel van de NEC na die nederlaag tegen Vitesse. Gelijk een overwinning in Enschede. En dan gaan we kijken naar de opstelling van FC Groningen, waar de opluchting groot was vorige week, toen laat op de zondag. Met 2-0 werd gewonnen van AZ met een droomdoelpunt van Cyril Engonge. De mooiste uit zijn carrière. Een van de mooiste ook ooit in de Euroborg. Al zal Michael de Leeuw daar misschien anders over denken. Die maakte op zijn beurt. Tegen NEC was het trouwens ooit een keer een briljante goal. Ja, ik wilde eigenlijk stil zijn, maar aan de andere kant. Je kunt het ook wel invullen wat hier gezegd wordt. Met z'n allen knokken, vechten, et cetera. Schöne is helemaal vrij. Okita. Schöne, daar ligt inderdaad de ruimte. El Karouani, Akman onder andere, kiest positie. De voorzet komt er nog niet. El Karouani gaat de drukte in. Dit is handig gedaan door zowel Okita als Bruin. Voorzet is goed en Tafsan is nog niet zover. Zag er dreigend uit. Dreiging is nog niet helemaal weg. En spectaculair, ja natuurlijk, proberen. Het is immers de periode van de droomgoals. Vaar maar aan in Gonke. En Bruin wil ook wel in zo'n overzichtsfilmpje van wereldgoals in een seizoen. Zorgelijke blik, omdat hij ziet dat zijn ploeg het lastig heeft in de eerste minuten in Nijmegen. Barreto. Naar Bruin. Controle bij Bruin. Akman voor de combinatie Bruin. En nu moet er een keer een doelpoging komen, maar dat blijft nog uit. Uit de tweede lijn dan Barreto. Die is er dichtbij. Gewoon een heel goed begin van de NEC in deze wedstrijd tegen FC Groningen. Hier gaat El Hankouri. Oh, cadeautje van Okita. Zo in de voeten van Engonge. Engonge, Abraham. Abraham bij de tweede paal wacht Michael de Leeuw. Maar zover komt Groningen niet. Dankzij Okita. Tafsan. Dammers wint het duel. Abraham moet dan die bal een beetje vasthouden, zodat Groningen ook een keer aan voetballen toekomt. Maar daar is geen sprake van. En dan het schot van Bruin in de handen van Levenburg. Duarte. Hard tegen Barreto aan. Goed gedaan door Akman nu. 2-1. Dan zou Groningen nu heel snel terug moeten sprinten. Want hier is Bruin met Okita voor de goal. Okita bij de tweede paal en Kassan Wierjo met een goede verdedigende actie. El Karouani, Soeslof in het gezicht geraakt. El Karouani, geen opzet, kan door. En die haalt ook goed uit. Schitterende redding ook van Levenburg. En Konke probeert de Leeuw te bereiken. Oh, daar zit Marquez tussen. Bal springt dan van de voet van Kassan Wierjo. Dammers houdt de boel een beetje op, maar NEC heeft de bal met Tafsan. Tafsan, 2 man kwijt. Tafsan, geweldige dribbel en weer Levenburg. En die keeper houdt Groningen nu toch wel op de been. Goed gevoetbald zeg door Tafsan. 45 minuten bijna verstreken, komt een minuutje bij. En deze terugspeelbal kan Akman onderscheppen en dan gaat NEC in voorsprong komen. Oh, 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 wat een fout. Akman heeft eindelijk weer prijs. En NEC volkomen verdiend op voorsprong. Maar een terugspeelbal vanaf de middenlijn zo ongeveer. En Akman helemaal over het hoofd gezien. Het eerste half uur speelde NEC echt prima voetbal. Maar het profiteert uiteindelijk van een enorme fout van El Hankouri en Levenburg. En Akman, die daarop aast, die daarop jaagt, is er als de kippen bij. Als het inderdaad verkeerd afloopt. Maakt het die doelman lastig met deze loopactie, deze lichaamsschijnbeweging. Levenburg zit helemaal mis en Akman met de 1-0.
goede aanname van N'Gonge. N'Gonge met zijn eerste dreigende actie wellicht. N'Gonge naar Abraham, laag richting Iran Dust. Zo dreigend is Groningen nog niet geweest. Soeslof. En dan, ja, lastige bal toch voor Brandenhorst. Er is dan een zwabber in. Een sweeper van Soeslof. Brandenhorst. Bijna voorbij de bal. Heeft hem nog net te pakken. Goed gedaan. Snel die inworp. Okita. En daar komt de 2-0 van Tafsan. Want die is er als de kippen bij. Als die bal niet lekker verwerkt wordt. En zo komt NEC op een 2-0 voorsprong. Groningen dat zo aardig was begonnen. Zeker als je dat afzet tegen de eerste 45 minuten van de ploeg van Buis. Maar zich laat verrassen door een snel genomen inworp. Okita. Ja, Levenburg valt niet zoveel te verwijten. Want die bal wordt van richting veranderd. En dan al karamboleert daarna voor de voeten van Tafsan. Och, door de benen van Dankerlui. Daar gaat Matson. Tafsan is het tussenstation. Van Roy aan de rechterkant. Moet nu weer terug. Ja, dan zie je eigenlijk het te laat. N'Gonge. Maar zoals gezegd, de Belg heeft zijn dag niet. Geen controle bij Soeslof. Soeslof die nu die bal voor zijn linker heeft. En Marquez die bal in het midden heeft geschoten. Die schreeuwt wat af vanmiddag. Bal komt er voor de goal. Nou, Vet die loopt hem bijna binnen. Okita kan het ook nog doen. En die heeft het voor elkaar in de extra tijd. Groningen met de derde treffer geconfronteerd. 3-0 NEC. Okita met zijn vierde van het seizoen. Maar wat een goede actie nog van Verdonk. Hij zit er ook gelijk op. Hij kijkt en constateert dat het toch echt heel snel wel een stukje beter moet bij FC Groningen. Want het is een opleving geweest, die overwinning tegen AZ. Je kunt rustig concluderen dat Groningen na vandaag in de Goffert eigenlijk een beetje terug bij af is. Want het had in de eerste helft helemaal niets te vertellen tegen NEC. Het creëerde niets. Nijmegenaren voetbalden beter, gemakkelijker, comfortabeler en meer volwassen.